Ha. Eindelijk. Hier is het. Ikov. U vraagt zich af wat ik hier op dit uur kom doen. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Even kijken. Ken je dit? Streepcode. EAN-code. Juist. Wel, IcoDief is lid van de wereldwijde EAN-vereniging, dus ik wou wel eens weten hoe de vork hier aan de steel zit. De opzet van IcoDief is het management en de promotie van de EAN-code voor alle goederen en diensten te verzorgen. IcoDief heeft echter een bredere waaier van activiteiten. ICOM, communicatiesysteem, en IcoData, de verkoopgegevensbank. IcoDief stelt daar rond richtlijnen en specificaties op, verzorgt informatiefolders en het driemaandelijks bulletin. Ook organiseert het seminaries en levert diverse diensten aan de leden, zoals het controleren en helpen bij praktische barcode-problemen en het ontwerpen en drukken van de streepcode. Interessant. Genoeg, luister, Vink. Wel, komt er nog wat van? Kom op. Gaat u zitten. Welkom in de wereld van de streepcode, het internationaal paspoort van uw product. Alles begint bij de verbruikerseenheid. De verbruikerseenheid is het product dat de consument kan kopen. Dit product krijgt een EAN-nummer, 13 cijfers lang. De eerste twee cijfers geven het kengetal weer van het land waar het product zijn nummer heeft gekregen, dus niet noodzakelijk het land van herkomst. De vijf volgende cijfers geven het fabrikantennummer weer. Het wordt door IcoDief toegekend. De vijf hieropvolgende cijfers, het artikelnummer, wordt beheerd door de fabrikant. En het dertiende cijfer is het controlecijfer. Elk product heeft een uniek nummer. Het is wereldwijd en voor alle partners geldig. Zeer kleine producten kunnen een nummer met slechts 8 cijfers krijgen. Voor optische lezing aan de kassa wordt dit EAN-nummer van 13 of van 8 cijfers voorgesteld onder de vorm van een streepcode. Zie hier de identiteitskaart van uw product. Wanneer fabrikanten producten leveren aan hun distributeurs, dan doen zij dit meestal niet op het niveau van losse verbruikerseenheden. De verbruikerseenheden worden meestal verpakt in een grotere eenheid. Een karton. Een palet. Een mini-container. Laten we kortweg spreken van een omverpakking. Ook voor omverpakkingen heeft IcoDief richtlijnen uitgevaardigd. Voor omverpakkingen kan de fabrikant kiezen tussen twee codemogelijkheden. Ofwel een ander EAN-13-nummer, ofwel een dun nummer bestaande uit 14 cijfers. Hier wordt het EAN-nummer van de verbruikerseenheid in de omverpakking voorafgegaan door een logistieke variante. Deze variante, 1 cijfer lang, verschaft informatie over de aard en de samenstelling van de omverpakking. Indien de fabrikant kiest voor een dun 14-nummer of indien het bedrukken van de EAN-streepcode moeilijkheden oplevert, dan biedt IcoDief een andere streepcode aan, de ITF-streepcode. Deze is uitstekend geschikt voor de meer ruwe verpakkingsmaterialen die voor omverpakkingen gebruikt worden. Wel,
Welke streepcode hoort op uw product? Vraag je drukker eerst een drukproef te maken. De druktechniek, het type papier, de inkt zullen een rol spelen. Voor de bepaling van de grootte van de streepcode heeft je drukker dus de sleutel in handen. Voorkom scanningproblemen. Niet doen, niet knippen. De streepcode heeft links en rechts een blanco rand nodig om foutenscanning te voorkomen. Ook wat de kleur betreft is voorkomen beter dan genezen. Rode strepen worden niet gelezen. Hoog contrast verzekert de leesbaarheid. Heb je twijfels? ICOF en je drukker kunnen je hierin bijstaan. Ziezo, uw producten zijn voorzien van foutloos te scannen streepcodes. Zijn er nog vragen? Oh, juist. Ja. Ook waardebonnen kunnen direct gescand worden. Voor hen werd kengetal 99 voorbehouden. U wil echt alles weten, niet? Goed, uw wens wordt vervuld. Dit is geen toekomstbeeld. Fabrikanten en distributeurs beseffen het grote belang van de EAN-codering. Niet alleen voor de kassa, maar vooral voor de efficiëntie van de onderneming. Wil u het bedrijf met de kracht van een vinger runnen? Het antwoord ligt voor de hand. Scan het. Scanning versnelt en vergroot de controle op de goederen in voorraad of productie. Dankzij ICOM, een eenvormig communicatiesysteem, kunnen alle mogelijk denkbare handelstransacties automatisch gerealiseerd worden. Kijk maar, een bestelling door middel van de EAN-code. Een telefoontje volstaat om langs deze modem om de bestelling op het beeldscherm te zien verschijnen. Inderdaad, het bedrijf wordt gerund met de kracht van een vinger. Dit is ICOM communicatie. De bestelling kan regelrecht doorgesend worden naar het magazijn. ICOM communicatie houdt alles in. Voorraad, productie, facturatie, transport, voorbereiding en receptioneren van bestellingen. Kom op, praat. ICOM. Zo, de bestelling is klaar. Efficiënt, niet? Scan it. Colruyt is als distributeur een van de koplopers wat de toepassing van de EAN en de ITF-code betreft. Voor het receptioneren, de controle op in- en uitgaande goederen, de administratie en facturatie, het geheel van het stokbeheer zijn EAN en ITF de sleutelwoorden.
scanning is een vertrouwd beeld geworden voor elke consument. Scanning is echter niet het voorrecht van de grote distributie. Voor superettes en speciaalzaken is het evenzeer nuttig. De fabrikanten leveren een aanzienlijke inspanning door al hun producten van een streepcode te voorzien. In ruil daarvoor hebben de distributeurs zich ertoe verbonden hun ruwe scanninggegevens tegen kostprijs ter beschikking te stellen. Inderdaad, scanning maakt het mogelijk om op een beter kopen en efficiënte manier nuttige marketinginformatie te verzamelen en te verwerken. Voor IKOF is en blijft de praktische realisatie van dit project een belangrijk objectief. Nog iets over IKOF weten? Liefst overdag?